Hallo, ik ga jullie vandaag iets meer uitleg geven over Microsoft Teams. Deze video is vooral bedoeld voor de mensen die een Office licentie hebben, waarbij dat ze Teams geïntegreerd hebben in de licentie. Ik ga jullie een beetje meer uitleg geven over het zijpaneel hier met de knoppen. En ik ga hier bovenaan beginnen. Dus dit hier is jouw profiel. Daar kan je gaan afmelden indien je dat wilt. Je kan een koppeling ophalen voor de mobiele applicatie te downloaden, je instellingen aanpassen, leesbevestigingen enzovoort kan je daar ook gaan instellen. Je kan hier ook je status gaan aanpassen. Hierbovenaan kan je onmiddellijk een nieuwe chat gaan aanmaken. Je typt dan de mensen in waarmee je een chat wilt beginnen. Let wel op, als jouw admin settings niet toestaan dat je externe personen kan uitnodigen, dan kan je hier enkele personen binnen jouw organisatie gaan vinden. In het tapje Feed, in je activiteit, daar ga je alle belangrijke berichten of ga je alle vermeldingen gaan te zien krijgen. In het tapje Chat ga je al jouw chats gaan te zien krijgen. Iedere chat heeft een aantal tapjes standaard. Een van de tapjes is de tapje chat. Een tapje bestanden. Die bestanden die worden niet opgeslagen in SharePoint, maar die worden persoonlijk op jouw OneDrive opgeslagen. Die gaan dan in een mapje en dat mapje noemt dan bestanden van Teams. Het tapje activiteit is een tapje waar jullie de Teams in gaan zien, waar jullie iets in gemeen hebben. Dus als jullie dat zouden gebruiken, dan gaat het daar terechtkomen. Je kan hier ook nog verschillende tabbladen aan toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld Excel zijn, Word-bestanden, PowerPoint enzovoort. Rechtsbovenaan heb je direct de optie om een videogesprek, een audiogesprek of je scherm te gaan delen. Dat zijn de hele snelle opties die je kan gebruiken. Je kan ook aan de chat automatisch via dit hier personen gaan toevoegen. Hier kan je de opmaak van je tekst gaan aanpassen, kan een prioriteit gaan kiezen, kan bestanden gaan bijvoegen, die komen dan nadien ook in het tapje bestanden, smileys, gifs, stickers. Je kan hier ook automatisch een vergadering gaan plannen met de persoon of personen die in die chat zitten. Hier kan je ook automatisch een stream gaan maken. Daarover zometeen meer. Hier kan je ook nog apps gaan toevoegen indien je dat wenst. In het tapje Teams gaan alle teams zitten waar jij lid van bent. Let op, dat zijn enkel de teams die binnen jouw organisatie zijn gemaakt. Indien je in een extern team uitgenodigd wordt, van een externe organisatie, dan ga je op je profiel een extra tabbladje krijgen waar je op kan klikken en kan wisselen tussen de verschillende organisaties. In de Teams heb je verschillende mogelijkheden. Dit hier is een team. Wat eronder zit, is een kanaal. Binnen een kanaal heb je verschillende tabbladen, net zoals in de chats. De post is de chatfunctie van de chat. Daarmee kan je met de personen die in dat kanaal zitten gaan chatten. Het tabblad bestanden geeft de bestanden weer die gedeeld zijn in de chat. Dit is gekoppeld aan een SharePoint-site. Je kan die SharePoint-site ook vanuit dit tabblad gaan synchroniseren naar je computer. Die krijg je dan te zien in een soort OneDrive in jouw verkennen. Je hebt nog verschillende tabbladen die je kan toevoegen. Bijvoorbeeld Wiki is een OneNote-pagina, een OneNote-boek dat je samen gaat kunnen bewerken. Hier kan je ook weer verschillende tabbladen gaan toevoegen, zoals Excel, PowerPoint enzovoort. Het tabblad Agenda geeft jouw agenda weer. Als je op een dag klikt en specifiek op een uur, start je automatisch een vergadering te plannen. Je kan hier een titel invoeren, met wie je wilt de vergadering te starten. Je kan, indien je dat wenst, vergaderen in een bepaald kanaal van een team. Als je een locatie ingesteld hebt,
in je Microsoft Exchange instellingen, dan kan je die hier ook gaan toevoegen. Hier kan je extra notities gaan toevoegen voor jouw vergadering. Als je gaat klikken op opslaan, dan gaat die automatisch een link versturen waarin staat deelnemen aan Teamsvergadering. Als de persoon daarop klikt, gaat die, als die geen account heeft, in een wachtrij terechtkomen, waar die gaat wachten tot als jij hem toelaat tot de vergadering. Als de persoon wel een Teams-account heeft, dan gaat hij inloggen met dat Teams-account en onmiddellijk aan de vergadering kunnen deelnemen. Als jouw teaminstellingen niet op publiek staan of op gast, dan kan je hier enkel personen vanuit je organisatie gaan toevoegen. In de planningsassistent kan je, als je deelnemers hebt toegevoegd, ook hun gedeelde agenda gaan bekijken. Rechtsbovenaan heb je de knop Nu vergaderen. Dan start je automatisch een vergadering. De knop ernaast Nieuwe vergadering is ongeveer hetzelfde als wat ik hier net toonde. Daarmee kan je automatisch een nieuwe vergadering gaan starten op een tijdstip dat jij kiest. In de tab Bestanden komen alle bestanden die jij gedeeld hebt terecht. Dit zijn zowel bestanden van je OneDrive als van je Teams. Kan hier ook cloudopslag gaan toevoegen. Teams laat je toe tussen vier externe cloudopslagmogelijkheden te kiezen. Als je wil, kan je hier ook nog apps gaan toevoegen aan de zijbalk. In de admininstellingen kan je kiezen welke apps er standaard langs de zijkant staan. Hoe start je eenvoudig een vergadering? Vanuit je Teams-agenda kan je klikken op Nu vergaderen. Dit scherm wordt geopend. Hier kan je kiezen om je camera aan of uit te zetten. Als je kiest om je camera aan te zetten, kan je deze optie inschakelen waarmee je achtergrond vervaagd wordt. Je kan hier ook je microfoon gaan in- of uitschakelen. Klik op Nu deelnemen om te starten. Van hieruit kan je onmiddellijk mensen gaan uitnodigen. De mensen die je uitnodigt, die gaan enkel binnen je organisatie zijn, tenzij je Teams-admin-instellingen anders ingesteld staan. Je hebt hier de keuze om je camera in of uit te schakelen, je microfoon, je kan je scherm delen. In het scherm delen heb je nog verschillende keuzemogelijkheden. Je kan kiezen om enkel het actieve scherm weer te geven, een specifiek scherm of je volledige scherm. Meer acties, hier kan je je apparaatinstellingen gaan wijzigen. Je kan kiezen welk uitvoer- en invoerapparaat je gaat nemen. De notulen, dat gaan de OneNote-notities zijn. Je kan het een volledig scherm weergeven. Hier kan je ook je achtergrondvervaging gaan in- of uitschakelen. De live-ondertitels, die worden gemaakt door Microsoft. Dit is enkel als je vergadering in het Engels doorgaat. Je kan kiezen om een opname te starten. Als je hierop klikt, dan gaan de personen die bij jou in de vergadering zitten daar eerst een melding van krijgen dat de vergadering gaat opgenomen worden. De opname die komt dan terecht op Microsoft Stream. Je moet wel even geduld hebben alvorens die opname erop staat. Hier kan je de deelnemers gaan weergeven of verbergen. Je kan op het gesprek weergeven klikken en dan heb je een soort chat. Nadien ga je ook die vergadering hier gaan terugvinden in chats. Hier kan je achteraf nog gaan samen noteren als je iets vergeten zou zijn. Als je geen externe personen kan uitnodigen in je Teams-vergadering, kan je je vergadering aanmaken vanuit Outlook. Klik op je agenda. Kies de periode waar je een vergadering in wil plannen.
en klik bovenaan op Teamsvergadering. Er wordt automatisch een link gecreëerd waarbij de persoon die je uitnodigt gaat kunnen deelnemen. Geef een titel in, typ de naam in wie je wilt uitnodigen en kies je tijd.